Zo, goedemorgen. Het is woensdagmorgen, het is koud. Het is maar 6 graden en ik ben een stukje aan het varen geweest en ik ben alleen maar te pletten geregend. Dus ik heb even een paar uurtjes tijd. Het is hartstikke druk op het moment met allerlei dingen. Dus er wordt heel weinig gevist. Maar de eerste keer sinds vorige week, wat was het, vrijdag of zo. En ja, ik ben benieuwd. Het is raar weer. Op het ene moment is de lucht helemaal zwart, op het andere moment schijnt de zon. Het begint nu weer te regenen, dus we gaan het gewoon proberen. Dus gewoon blijven kijken, ik ga het zelf zien. Lekker weer toe. Ja, ik hoop dat het in de loop van de dag wat droger en zonniger wordt. Thank you.
Zo dan. Nou, het is een hele koude ochtend. Het is maar 6 graden. En het ene moment schijnt de zon heel fel zoals nu. En het andere moment dan is het echt helemaal zwart. En dan regent het pijpenstelen. Ik ben aardig te pletter geregend. Maar het loont de moeite. Ik heb toch weer een hele mooie vis te pakken. We gaan eens kijken. Het ging echt niet vanzelf, want hij heeft er alles aan gedaan. Ik denk dat ik toch, 100 meter van de plek waar ik hem aansloeg, uiteindelijk hem wist te scheppen. En dat is maar goed dat je een motortje onder je boot hebt, want anders kun je het gewoon vergeten. Hij ging zo hard. Een bak van een vis. Even, nou, het eruit halen. Jongen, jongen, wat een bak. Dat is weer een vis van ver boven de 15 kilo. Zo dan. Deze zie je ook nog voor me uit. Ik maak hem extra zwaar. Jongen. Wat een knap. Even 10 kilo. En ik had hem al op 0 gezet. Niet normaal. Vis die je aan beet kan pakken. Moet je start zien. Jongen, aan de vissen. En ik had er gelukkig gisteren een iets dikker lijntje op gezet, 2800ste. Ja, en deze vis die ging weer helemaal door de takken heen. En dan is het toch wel een iets beter gevoel als je in plaats van 28 fluorocarbonen erop hebt zitten. Het was weer ouderwets genieten.
Ja, ik heb mijn zonnebril op, maar die is even overbodig, want het hagelt op het moment. Het is gewoon even niet lekker. Duidelijk een kleiner, hè? Zo, dit is duidelijk een ander kaliber, maar gewoon weer leuk. Die trok ik helemaal tussen het riet uit. Ik denk van 50 centimeter water. Maar toch ook een leuke vis. Van een pond of 12 of 13. Maar toch leuk. We starten. Punt gaaf. Echt mooie vis. Nou, het zit er weer op en het was een hele koude, natte dag. Toen ik aankwam was het 6 graden. En ik heb enorme hagel- en regenbuien gehad en toen koelde de temperatuur zelfs even naar 5 graden. Het is nu weer even droog en dan loopt het weer een beetje op naar een graad of 7, 8. Maar het oppervlaktewater koelt natuurlijk gigantisch af. Hè, daar zaten we op een graad of 12, 13 en het is nu weer gezakt. Nou, ik schat, ja, ik heb geen dieptemeter aan, dus ik kan het niet precies zeggen, maar ik schat dat het hooguit een graad of 7, 8 is. En
ja, met die hagelbuien koelt het dan nog verder af. En ik probeer die karpers allemaal op het ondiepe te vinden. Een beetje tussen het riet en tussen de takken. Ja, en wat je ziet als het water zo enorm afkoelt, dat vis veel minder actief wordt, omdat er ook minder levend voedsel in het water terechtkomt. Maar goed, 3 aanbeten in een uurtje of 5. Ik heb 1 vis gelost en daar had ik 2 schubbanden gehaakt, dus dat was een vastgehaakte vis. Nou, dat heb je nou eenmaal als je op het ondiepe vis en er komt zo'n vis langs, dan krijg je zo'n mooie wegloper. En dan hoop je natuurlijk op een prachtige vis in zijn bek, maar dat zijn vaak lijnzwemmers. Maar goed, uiteindelijk een vis van 17 kilo. En dat is de grootste die ik tot nu toe in deze karpersessies heb gevangen. In die gesloten roofvistijd. En net nog even een kers op de taart. Een vis van, ik schat, 12, 13 pond. Prachtige drill, berensterk, puntgaaf. Super genieten. Ja, en nu vanwege de drukte maar weer eens zien wanneer ik weer een paar uurtjes tijd heb. En als je dat wil zien, zou ik zeggen, gewoon blijven kijken. Allemaal meemaken.